Digi Dippendorf, zo wist ik het hier aan jouw rechterkant in Sipo. Digi, ons van, zoals je hier ziet, ons van met de kamer Club Rugby Live. Ons het vandaag een historisch gebeurtenis hier laat plaatsen, die er die wedstrijd te beeld zijn. En ons waarderen en ons zegt dankie bijvoorbeeld voor jou dat jullie toestemming gegeven voor jullie game. Maar ons is hier voor jou te vragen, jij is de coach. Ik zie je smile. Waarom smile je als het door je win? Of wat zie je daarvan? Kijk, in die afgelopen paar jaar weet ons, hier is een derby game en het is altijd moeilijk om te winnen. Maak die saak weg of thuis. En vooral na Saterdagse teleurstelling tegen Piketberg, weet ook die mannen gewys, hulle smag na wen. En omdat ons so min thuis games het hierdie jaar, so ja, ek is baie trots op die mannen. Coach, in die eerste helft was jy baie frustreerd. In die tweede helft het jy vir Derek op het stadium gesê, kry die bal, exit play, tactische skoppe in, kry een beetje die voorspelers in die game. Wat het jy die man in die tweede helft gesê van die Hoërskool Vriendel? Want lyk vir my VSS het nie antwoorde gehad nie. Kijk, ons in die eerste helft ons kon nie afrond nie, om eerlijk te wees, ons het baie kansen laat gaan en ek meen, ek eerlijk waar, ek voel die telling kon een beetje meer gewees het, maar ja, ons het gesê, manne hou by structuur, ons speel ons game, ons gaan nie op julle vlak daal en julle game speel nie, ons speel ons game. Want toe, die manne is in die background, soos ons kan sien, julle het nog een taffe wedstrijd oor. Want toe, hiervanaf? Yes, dit is nou volgende, so die Saterdag is Dirkie Eis en dan volgende woensdag is Cederberg Akademie wat altijd weg is en dan is het nog Interskole waar die 19 augustus plaasvind. Die 19 augustus hier gaan plaasvind in Hopefield. Dit gaan een baie moeilike wedstrijd wees, maar ons wil die school volpak met mense en ek meen as ons met al die dollars achter ons staan, sien ek dit, dat het baie moeilik gaan wees om vir ons te wen hier so. Digi, baie dankie en alle voorspoed met jou spannetje, asseblief. Baie dankie julle. Kan ons nog ene kry?